Arjan, wat is er nieuw? Nou, we hebben een nieuw strandgedeelte. Het is niet meer zo lang helemaal naar achteren toe. Maar we hebben het compacte strandgedeelte, heel mooi. Met dubbele banen erin. Dus dat betekent dus dat je kunt kiezen een linkerbaan of een rechterbaan. Dat hebben we bewust gedaan ook voor de quads, qua veiligheid. Dat de quads een keuze kunnen maken uit een makkelijke baan. En de solo's die kunnen de baan nemen die wat langer is en die is vaak wat heftiger. Okay. Is er nog iets van water? Ja, we gaan de ginds helemaal strak langs het water. En er zullen best een paar zwemvliezen nodig zijn, denk ik. Oké. Okay. Wipeout, is die extremer? Wipeout is heel anders geworden. We hebben de wipeout wat langer gemaakt, maar wat aan de ene kant iets makkelijker. Maar wel langer gemaakt, waardoor het wat moeilijker is qua lengte. De behendigheid is hetzelfde als vorig jaar. De waterbak is er wel, maar daar hoef je helemaal niet erheen, want het is een halve waterbak of een halve bak met open haardhout. Dus dan mag je nog een keuze maken. Okay. Het is allebei moeilijk, maar de meesten zeggen ik ga door het water. Maar het water zal niet dieper wezen als 10 centimeter, dus daar kun je gewoon normaal mee. Ik kom van de week de vorderingen filmen. Hartstikke fijn, dankjewel Marcus.